Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel apart stuk maken met aparte bloemen. Dus ik heb er al helemaal zin in. Heb jij er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak en alle leuke winacties. En dan komt er weer in. Dus aan het eind van deze video heb ik weer een hele leuke winactie. Dus wil je dat niet missen, blijf dan vooral kijken. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. En dan gaan we nu gauw aan de slag. En deze oaseblok heb ik al vol laten lopen met water. Let op, niet onder water duwen. Zelf laten volzuigen, niet onder de kraan houden. Ik snij even de zijkanten eraf. En dan doe ik aan de kanten, ik heb het oaseblok er langwerpig in staan en dan doe ik aan de kant waar je het meeste ruimte over hebt, doe ik fatsia. Dan heb ik aspidistra en die doe ik even dubbel, die draai ik rond. Dus die draai je rond. Dan pak je een ijzerdraadje, die gaat er bovenin. En daarna weer naar de bovenkant. En dan kun je zien dat ze stevig vast zit. En dan pak je hem bij elkaar en dan wikkel je hem eromheen. En dan zit hij mooi vast. Ik snij alles schuin aan. En deze doe ik aan de kant waar je het minste ruimte over hebt. En dan komt hij ongeveer tot aan de rand. En dat doe ik dus ook aan de andere kant. Prik hem er weer aan de ene kant doorheen en daarna weer naar boven, zodat hij vast komt zitten. Dan maak ik even drie strikjes. Daar staat een aparte video van online, mocht je dat willen zien en makkelijk vinden. Dan leg ik dat allemaal stap voor stap uit. Het is niet zo moeilijk, maar je moet het wel even oefenen. IJzerdraad knip ik even met een ijzertangetje af. En deze doe ik op drie plekken. Ik scheur het blad dus doormidden. Je doet één lus naar de voorkant en één lus naar de achterkant. Maar lijkt je dit nog te moeilijk? Ik zal eventjes de video even hierboven linken. Dan kun je eventueel dat stap voor stap doen, als je dat makkelijker vindt. En dan heb ik al een basis waarbij ik de oase voor een groot deel heb gevuld, maar op een luxe manier. Dan gaan we hoogte aanbrengen in het stuk. En zoals ik zei, ga ik met hele mooie bloemen werken. Dan heb ik hele mooie strelitzia. Echt prachtig. En dit is natuurlijk echt een blikvanger in het stuk. Ook die snij ik schuin aan. Ze zijn ook heel sterk. Dus dat is ook leuk. En dan doe ik deze bamboe net wat korter dan de strelitzia. Dus je moet even kijken dat die in verhouding is. Want je wil natuurlijk niet dat die in de weg staat van je strelitzia. En dan doe ik nog een bamboe, maar die doe ik echt wel een stuk hoger dan de strelitzia. Dus die komt er bovenaan. En dan zie je dat je echt al een hele mooie basis hebt met hoogtes en echt de blikvanger in het midden. Dan heb ik mooie allium en deze werk ik iets korter dan de strelitzia. Wel wat in de hoogte. En ik vind het mooi dat dan het paars er weer terugkomt. En eentje zet ik er wat hoger in. Maar wel iets verder uit de weg van de strelitzia, zodat die niet elkaar raken. Dus de producten raken elkaar niet. En om het blauw paarsig terug te laten komen heb ik distel. Ik doe er eentje iets hoger. En twee wat korter in het stuk. Thank you.
En je ziet dat alles heel mooi een plaatsje krijgt in het stuk. Dan heb ik een mooie aster. En deze steek ik iets meer naar de buitenkant. Lysianthes, heel mooi sterk bloemetje. En deze doe ik ook op verschillende hoogtes aan de zijkant. En dan maak ik als het ware een trappetje mee. Afhankelijk van hoeveel bloemen jouw lysianthes heeft, verdeel je dit. Dan heb ik mooie anjes. Ook deze verkot in het stuk. Ik zet ze naast de distel. Ik werk dan wel op groepen. En daarnaast zet ik een mooie kopgrisant. Let op bij een kopgrisant dat je de blaadjes niet beschadigt. Je mag nooit aan een kopgrisant gaan plukken. Want als er één blaadje afgaat, dan valt hij helemaal af. Dus dat heeft niets te maken met de versheid van de bloem, maar met de beschadiging van de bloem. Dus werk daar heel voorzichtig mee. Pak hem dus ook niet bovenaan de kop, maar echt alleen bij het steeltje. Maar hij is wel echt prachtig in het stuk. Dan heb ik nog mooie roosjes. En hiervoor pak ik een roze tint. Om net even iets, dat het iets afsteekt. En deze doe ik ook op groepjes bij elkaar. Ik snijd weer goed schuin aan, heel belangrijk. En dit doe ik op drie verschillende plekjes. En dan maak ik groepjes van drie. Dan heb ik nog een beetje limonium en die laat het kleur straks eventjes helemaal terugkomen tussen de bloemen beneden. En daardoor maak je weer een verbinding met bovenaan. Kijk eventjes hoe jouw takje groeit. En zo steek je hem er ook in dat het mooi tot zijn recht komt. En er mag best wel hoogteverschil in zitten van boven naar beneden. En afhankelijk van hoeveel takken jouw limonium dan weer heeft, hoeveel zijtakjes, zo verwerk ik het ook in het stuk. Dus dit doe ik er eigenlijk gewoon een beetje omheen. Onderin wat cotton. En daarmee vul je ook de gaatjes van de oase op. Want dat mag natuurlijk niet meer zichtbaar zijn. Mocht je nu nog een paar gaatjes hebben, kun je dat opvullen met een klein beetje Tilantia, niet te veel. Maar echt om je laatste gaatjes op te vullen. Als het goed is heb je hem zo gestoken dat er eigenlijk al bijna geen oase meer zichtbaar is. En dan hebben we een prachtig maar apart stuk met hoogtes. En dan hebben we echt een heel apart stuk met hoogtes. Let dus goed op hoe jij jouw bloemen en materialen verdeelt. Dat die goed in verhouding is, maar ook dat elk bloemetje een mooie plek krijgt in jouw stuk. En dan zie je dat je echt een heel apart stuk hebt. Aan alle kanten mooi, dus je kan hem overal neerzetten. En dat maakt natuurlijk super leuk. Wil je dit pakket nu winnen? Laat dan even een leuke reactie achter hieronder. En doe even een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis en wil je dubbel kans maken, deel dan dit stuk, de video op Facebook. Dan doe je twee keer mee met de winactie, dus dan maak je dubbel kans. Extra leuk natuurlijk en wie wil dit nou niet in huis hebben staan? Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat, het kost helemaal niets. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het op Facebook of Instagram. Dan maak je ook nog eens elke maand kans op een leuke prijs. Daarnaast hebben jullie nog een winnaar van mij te goed die ook wat heeft gedeeld vorige maand. En die winnaar komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd. Jij mag contact met ons opnemen en je hebt een cadeaubon ter waarde van €15 gewonnen. Dus heel veel plezier ermee en ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.